Elke week gaan we langs bij een organisatie die zich inzet voor een warmere maatschappij. De Nationale Loterij is meer dan spelen. Ik ben nieuwsgierig en ik heb het altijd heel leuk gevonden om andere mensen te leren kennen. Misschien mensen met een andere achtergrond dan ik, van een andere cultuur. Ik vind het ook heel leuk om met jongeren in contact te blijven. Dat is, ja, die zijn toch de toekomst, dus daar leer je sowieso altijd al van. Ik ben mentor bij Duo voor een job. Dus dat betekent dat je gedurende 6 maanden gekoppeld wordt aan een mentee. En die dan begeleidt door een ontmoeting 1 keer per week. En dan werk je samen om zo'n jongere te helpen om een baan te vinden of een opleiding. Of sowieso professioneel na te denken hoe verder te gaan in het leven. Als mentor ben je eigenlijk een soort baken of referentiepunt. En je kan denk ik ook misschien helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen. Vooral dus ook de sleutel te vinden tot de talenten van iemand. Mm-hmm. Die zitten altijd, maar soms zitten die op slot. Wat is zo een beetje het profiel van een mentee die je gaat begeleiden? Mentees zijn in principe onder de 30 of 33 jaar. Ze hebben wel altijd een migratieachtergrond. Mentoren zijn dus boven de 50. In het begin van mijn carrière hoorde ik het op een gegeven moment van een captain of industry. Die zei, je moet 1/3 van je leven besteden aan opleiding. 1/3 aan geld verdienen en 1/3 aan teruggeven aan de maatschappij wat je zelf gehad hebt. En dat heb ik altijd voor me gehad. Dus het was voor mij ook evident toen ik begin 50 werd. En dat kan niet iedereen doen, want het is natuurlijk wel een luxe keuze. Maar ik vind toch wel dat een goed idee is. De spelers van de Nationale Loterij helpen dus Duo voor een Job om ons werk te doen. En dus jongeren te helpen met een migratieachtergrond bij een zoektocht naar werk.